Drie meisjes verdwijnen en worden elk wakker in een donkere kamer in een verlaten gebouw. Elk van hen is daar een beetje op dezelfde manier terechtgekomen. Op de cover van het boek staat: één van ons overleeft het niet. De titel van mijn boek is Vlucht. Het is geschreven door Melwalis de Vries. Ik heb al verschillende van haar boeken gelezen en ze zijn altijd heel spannend. En deze is het zeker ook. Het is een thriller en het gaat over een ontvoering. Het boek begint heel normaal en vertelt hoe het leven is van Evie, Jill en Maren. Maar dan gebeurt er bij elk iets wat hun leven voorgoed zal veranderen. Ze worden ieder om beurt ontvoerd. Evie verdwijnt als eerste. Een paar dagen later gebeurt hetzelfde met Jill en een paar dagen later wordt Maren vermist. Hun kamertjes zijn alle drie hetzelfde. Klein, vochtig, koud en donker. Er is ook een klein raampje waardoor ze niet kunnen ontsnappen en de deur, die is natuurlijk op slot. Ze hebben allemaal hetzelfde in hun kamer. Een stoel, een doorzichtige lokker met daarin een iPad waarop ze elkaar zien. Ten slotte zijn er nog camera's. De drie meisjes hebben dezelfde herinnering van net voor hun ontvoering. Ze waren in het donker, ze werden neergeslagen met iets en de ontvoerder gaf hen iets te drinken waardoor ze helemaal bewusteloos geraakten. Elk van hen werd wakker met gedroogd bloed op hun gezicht en in hun onderhoed met slechts een hemdje aan. Naar gelang de dagen voorbij gaan, krijgen ze briefjes van de ontvoerder. Op een dag krijgen ze een opdracht. Hij is simpel, maar gruwelijk. Eén van hen mag de ruimte niet levend verlaten. En ze moeten zelf kiezen wie. Ik zelf vond het een heel leuk boek en zou het echt aan anderen aanraden. Het is heel spannend en heel emotioneel. Ik heb het graag gelezen omdat je jezelf echt in de personages kunt inleven. Ze zijn ongeveer even oud als wij. Ze zitten ook gewoon op de middelbare school en, net zoals in elke school, zijn er de populaire meisjes en diegenen waarvan de meesten niet eens weten dat ze bestaan. Het is echt een mooi verhaal dat anderen ook zouden moeten lezen.